Waar let u op tijdens het boodschappen doen? Op de goedkoopste spullen. De eerste, altijd kijk ik naar de prijs. Dan let ik in eerste instantie op de aanbiedingen. Ik let op met boodschappen doen, vooral prijskwaliteit. En natuurlijk ook wel naar de koopjes. Goede producten, goedkoop. Dat het niet duur is en lekkere dingen. Ik kijk gewoon naar producten die niet te duur zijn, maar wel gewoon een goede kwaliteit hebben. Ingrediënten. Als er geen gelatine in zit, is het goed. Nou, niet te veel suiker en vet in zit. Calorieën een beetje minder. Afvallen. Voor mij is belangrijk gezondheid. Minder vet. Minder zoet. Waar ik trek in heb en als het maar gezond is en lekker. Ik probeer altijd eerst nieuwe dingen uit. En is het lekker, dan koop ik het nog een keer en anders niet. Kent u het vinkje? Het gezondheidsvinkje. Dat ken ik wel, maar dan let ik niet op. Ja, die ken ik, ja. De bewuste keuze. Dat vinkje ken ik, ja. Ja, die ken ik, de bewuste keuze binnen deze productengroep. Kijk ik niet altijd naar. Bewuste keuze, dan heb je met dat groene vee. En dan was er nog iets, toch? Drie waren er, toch? Ik ken natuurlijk het groene en het blauwe vinkje. Nee, ik heb hem nog nooit eerder gezien. Niet echt. Nee, weet ik niet, sorry. Ja, die komen wel bekend voor en ik weet niet meer wat het is. Wat betekent het volgens u? Gezond is, toch? Blauw is volgens mij gezond. Gezond eten, dat is ook op boter. Nou, dan weet ik in ieder geval dat het gezond is, denk ik. Dat ze misschien rekening hebben gehouden met bepaalde dingen die erin zitten en zo. Ja, dat het past binnen een gezond voedingspatroon als je dat kiest. Ja, dat het gezonde producten zijn. Het groene vinkje had volgens mij te maken met biologisch. En het blauwe vinkje met gezond of omgekeerd. Het is niet zo mijn ding. Ik denk dat het staat voor gezond. En geen enge dingen erin. Maar ik hou van enge dingen, dus ik let daar nooit op extra gezond of ik haal wat ik nodig heb en wat ik lekker vind en verder toeteloe. Denkt u dat het mensen gezonder laat eten? Nee. Mensen pakken toch wat ze echt willen, dus ik denk niet dat ze daar echt op gaan letten. Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat mensen uiteindelijk toch kopen wat ze zelf lekker vinden of waar ze trek in hebben. Meestal zie je toch iedereen kijken van, het ziet er lekker uit, dan pak je dat, zet je in de mandje. Dat is goedkoop, dat zet ik in de mandje. Als je ziet aan bewuste keuze, denk je dat je het eerder zou pakken dan dat er niks op een product staat. Want dan heb je toch het gevoel dat er veel beter naar gekeken is of zo. Nou, mensen kijken hiernaar en dan denken ze, ik eet gezond. Maar of het echt zo gezond is, dat is nooit bewezen. Nee, want volgens mij zitten er toch altijd wel dingen in wat je er niet in thuis hoort. Ik denk dat het niet werkt, omdat merken graag dat teken erop willen hebben, maar dat het niet altijd betekent dat het ook zo is. Ik denk dat meeste mensen wel weten wat gezond eten is, lijkt mij. Als ze al bezig zijn met gezond eten, dan zullen ze daar toch wel naar kijken. En dan maakt dat vinkje in principe niet zo heel erg veel uit. Ik zelf ben een hartpatiënt, dus ik moet ook op het eten letten. En zodoende let ik erop. Die veel mensen met lage inkomens wonen, die letten niet op vinkjes en gezond. Let op aanbiedingen.